Ja, goedemiddag, hier is weer Marcel Positivo. Dit keer wil ik het als ondernemer met jullie hebben over een youngtimer. Een youngtimer, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik had best wel een aardige dure auto. En normaal gesproken wil je altijd een jongere auto hebben, jongere leeftijd. Dat zit eigenlijk ja, in je hoofd, in je systeem. En toen zag ik op een gegeven moment voorbij komen, youngtimer en... Ja, bijtellingsvriendelijk. Ik denk, hé, daar moet ik meer van weten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het even overlegd met mijn accountant. En ik heb eventjes gekeken op internet. En ja hoor, dat is gewoon de oplossing voor ondernemers. Kleine zelfstandigen, ZZP'ers, freelancers. Ja, we zien het allemaal maar. Als je een bedrijf hebt, is het zeer interessant om een auto te kopen... bijtellingsvriendelijk, zoals gezegd, een youngtimer. Goed opletten, youngtimer. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb dus nu een auto gekocht. In januari wordt die 15 jaar oud. Maar als je dan een auto koopt van 15 jaar oud, wil je natuurlijk wel een auto hebben die gewoon, ja, erg, heel erg mooi is. En wat heb ik gedaan? Ik heb deze auto achter mij. Een Mercedes S-klasse. De Limo, de S-klasse. Nieuw kost die 120.000 euro. Dan krijg je bij een bijtelling waar de paard de hik van krijgt. Nou, dat heb ik dus opgelost door een auto te kopen, wat ik al zei, van 15 jaar. De S-klasse 320 met alles erop en eraan. Die wil echt niet weten. Vanaf januari, nu nog even niet, maar vanaf januari is die auto precies te zijn 15 jaar oud. 15 jaar oud van deze auto. Kijk, ik zal hem even goed laten zien. Deze auto, is het niet een plaatje? Het is echt een fantastische auto, dit. Kijk, dit is het top of the bill. Je kunt het gekst niet verzinnen wat er in deze auto zit. Van massagestoelen tot dvd-speler, televisie, agenda, calculator. Alles zit hier in deze auto die hier achter mij staat. Die heb ik dus bewust gekocht. Hè? 15 jaar oud. Vanaf januari 35% van de dagwaarde. De dagwaarde van die auto. Normaal is het 35% of meer van de nieuwwaarde. Nou, dat is dus niet meer van toepassing. Alle kosten die ik maak, benzinekosten, belasting, verzekering, je kunt gisteren niet verzinnen, onderhoud natuurlijk, kan ik allemaal fiscaal gezien aftrekken. Dat wordt gestimuleerd door de overheid. Youngtimers is de oplossing. Nou, ik heb een paar goede vrienden en mensen die ik ken, die ook ondernemers zijn, die hebben mijn raad opgevolgd en ook een auto gekocht. En in dit geval een goede vriend van mij uit Den Haag, heeft dus precies dezelfde auto gekocht, ook ondernemer. Zelfde auto zelfs, hoe vind je hem? Dus het is zeker een aanrader voor ondernemers, freelancers, ZZP'ers. Let het op, youngtimer is de oplossing voor ondernemers. Je krijgt een bijtelling van 35% op de dagwaarde. En het is fiscaal gezien interessant ten opzichte van bijvoorbeeld een leaseauto. Het is veel duurder en je kost je klauwen met geld, want je betaalt gewoon de nieuwwaarde en je kent beter gewoon. Dat is echt een raasje aan het worden in Nederland, youngtimers. Ik zou zeggen... Doe je plezier ermee en je voordeel ermee. Massa Positivo met deze fantastische auto. Deze Massa Positivo. Aanrader, nog één keer. Youngtimers. Onthouden, je hebt er gewoon recht op. Gewoon prachtige auto rijden. Wel 15 jaar oud. Maar is dat belangrijk? Want nee joh, geld geef ik aan veel dingen uit. Veel belangrijke dingen uit. Bezig met een nieuwe BV oprichten. Volgend jaar. Een app. Voor de midden-klein bedrijf, daar kom ik later op terug. Daarom zeg ik, mijn tip voor de ondernemers is gewoon een youngtimer. En blijf me volgen, Massa Positivo, Nieuws Vandaag, als ondernemer, maar ook als gewoon om jou als beetje te helpen op weg als ondernemer. En natuurlijk komen er meer filmpjes van mij bij. Meer dan ruim 4000 volgers, abonnees en... Bijna 60.000 weergaves van mijn filmpjes. En daar ben ik best een beetje trots op. Massa Positivo nogmaals. Tot de volgende keer. Hoi.